Heeft het nog wel zin als 40-plusser of komt dat bod toch niet meer terug? Ja, zelfs bij ouderen, dat tel ik jullie nog niet onder. Is op nog steeds middelbare leeftijd. Dankjewel. Memmel tellen we nog niet onder ouderen, toch? Fijn. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over broze botten in wielrenners. Wat is eraan te doen? Fietsen is hartstikke gezond voor je lichaam, maar helaas niet altijd voor je botten. Door het lange zitten op het zadel neemt de kans op botontkalking namelijk toe. Hoe groot is het probleem en is er een oplossing? We vragen het twee onderzoekers van het project Botgezondheid bij wielrenners aan de HAN. Jan-Willem van Dijk en Luc Hilkens. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. Goedemorgen. Ja, Gerrit, goedemorgen. Goed je weer te zien. Ja. Het is weer vrijdag. Zeker. En we zijn weer aangekomen bij een unieke mijlpaal in de geschiedenis van de Slimmer Presteren podcast. Het heeft tot maar liefst aflevering 112 geduurd. Dat wij de eer hebben dat we vandaag maar liefst twee gasten te gast hebben in onze podcast. Ja, mooi hè? Ja. Uiteindelijk gaan we gewoon een heel elftal interviewen. Uiteindelijk wordt dit één grote conferentie natuurlijk. Ja. Maar vandaag twee gasten. Jan-Willem van Dijk en Luc Hilkens. Ze zijn al virtueel bij ons. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, Gerrit en Jurgen. Ja, precies. Even voor onze luisteraars. Jan-Willem, zeg jij eens even goedemorgen. Dan kunnen we die stem daaraan koppelen. Goedemorgen. Dat is Jan-Willem. En Luc? Goedemorgen. Dat is, nou, precies. Nou, onderweg in het gesprek gaan we wel ontdekken wie is. Laten we even bij het begin beginnen, Jurgen. Broze botten bij wielrenners. Ja. Wat is de aanleiding dat we deze twee onderzoekers te gast hebben vandaag? Dit hoor je vaak, hè, van wielrennen. Ja, goed, dat is botbreuken komt sowieso vaak voor. Nou, valpartijen, logisch. Maar op de lange termijn is dan wel een iets wat bekend is, waar mensen vaak over spreken. Van ja, nee, maar dat lange zitten geeft osteoporose. Dus dat is een nadelig iets van lang op die fiets zitten. En eigenlijk dacht ik, dat is een gegeven. Ja, hoor je vaker. Totdat ik een artikel tegenkwam, denk ik 2 jaar geleden, van deze heren, door deze heren geschreven in een Journal of Applied Physiology, en het was een viewpoint. Het was een beetje een prikkelend artikel. En eigenlijk kwam eruit naar voren, dit is bekend, maar aan de andere kant, wat zijn de cijfers eigenlijk? Hoe erg is het? Is er wat aan te doen? Met voeding of andere manieren? En eigenlijk de slotverhaal van, wil je er ook wel wat aan doen? Is dat eigenlijk wel nodig? Is het dusdanig een probleem dat we iets mee moeten doen? Ja, en dan eindigt zo'n verhaal en er wordt dan op gereageerd. Nou, een stuk of 10 reacties kwamen erop van allemaal andere onderzoekers over de wereld. Van je denkt aan dit of denk aan zus of zo. En dan denk je dat zoiets stopt. Maar schets mijn verbazing, dat hebben ze wel handig aangepast. Gewoon een jaar later of een half jaar later start dan daadwerkelijk dat onderzoek. Dus zoiets van, we gaan het zelf eens voor jullie uitzoeken van, wat is er aan de hand? Door onder andere in profielrenners echt te gaan kijken naar die botdichtheid. Ja, dus dit is gewoon actueel gaande. Dit is een lopend project. En ik ben ontzettend benieuwd hoe de stand van zaken inmiddels is. Of het inderdaad zo is van dat profielrenners moeten gaan uitkijken, maar misschien ook
Wij die ook heel lang op een fiets gaan zitten. Ja, dat zei ik meteen. Hè? Toen je zei, kom, we gaan met Jan-Willem en Luc bellen. Zei ik, ja, maar hoezo profielrenners? Wij maken ook een podcast voor amateurs. Ik ben razend benieuwd om vandaag te leren of ik me ook zorgen moet gaan maken. Jan-Willem, laten we maar bij het begin beginnen. Hoe erg is het? Ja, misschien is dat al het antwoord. Dus misschien wil je eerst een beetje vertellen. Nee, doe dat maar. Dat is een mooie cliffhanger. Dan worden we nieuwsgierig. Hoe erg is het, Jan-Willem? Hoe erg is het? Nou, als we naar profielrenners kijken, mannen en vrouwen elite profs, hè, dus de World Tour renners, dan zien we dat ruim de helft van die groep een lage botdichtheid heeft, of een verminderde botdichtheid heeft. Hè. Dus meer dan de helft van alle renners heeft eigenlijk te lage botdichtheid. Dus zo erg is het probleem. Ja. Hoe heb je dat gemeten? Ja, nou nog één stap, dan gaan we naar de methode, maar ik wil één stap terug. Toch even heel duidelijk, te lage botdichtheid, tot welke problemen leidt dat? Op welke manier heb ik daar last van? Ja, dat is misschien ook wel meteen het probleem binnen wielrennen. Hè? Want is het nou belangrijk voor de prestatie, hè, als je verminderde botdichtheid hebt? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet eens heel erg zeker. Maar we weten natuurlijk van oudere mensen, als die een lage botdichtheid hebben en die vallen, ja, lage botdichtheid, dan heb je eerder een botbreuk. Of dat bij wielrenners ook zo is, of degenen die een lage botdichtheid hebben meer breken, daar zijn we nu eigenlijk naar aan het kijken. Of daar hebben we wat eerste indicaties voor gevonden dat inderdaad zo is. Ja. En natuurlijk, wat voor wielerploeg ook heel erg belangrijk is, je hebt ook een soort van maatschappelijke rol, hè, als ploeg. Dus als je een lage botdichtheid hebt, nou, we weten dat die botdichtheid toeneemt tot zeg maar het 30ste levensjaar. En daarna zie je eigenlijk bij iedereen dat die botdichtheid minder wordt. Nou, als je tijdens je profcarrière al heel erg laag zit, dan ga je op latere leeftijd waarschijnlijk nooit meer hele sterke botten krijgen. Hè? Dus die botdichtheid wordt steeds lager. En wellicht dat dan de huidige renners die een lage botdichtheid hebben, ja, misschien wel op een 50ste, 60ste, echt een extreem hoog risico hebben. Ja. Want zijn er die anekdotische verhalen zijn er natuurlijk altijd van Wilco Kelderman valt, ja, dan breekt hij iets. Of Roglic tegenwoordig altijd. Terwijl andere renners, ja, die vallen misschien ook minder, maar die lijken daar minder last van te hebben. Zou zoiets echt aan de hand kunnen zijn dat je zegt, nou, bij die groep, dat dus je zegt 50% lijkt een lage botdichtheid te hebben, maar betekent ook de helft niet. Dat er inderdaad ook een groep zit met gewoon hele sterke botten, waarbij eigenlijk als die een keer vallen, dat geen consequenties, nou, minder snel consequenties heeft voor een botbreuk? Wat we hebben nu een onderzoek gedaan, hè, waarbij we eigenlijk de botdichtheid van iedereen hebben gemeten op één moment in de tijd. En we zijn vervolgens aan die groep hebben ook gevraagd, terug in de tijd, hoeveel breuken dat ze gehad hebben in het verleden. Oké. Okay. En wat we dan zien is dat degenen die nu een lage botdichtheid hebben, die hebben in het verleden ook meer botbreuken gehad. Nou is er wel een nadeel aan, hè? Want we hebben dit op één moment in de tijd gemeten. En we weten niet zeker of ze die lage botdichtheid gekregen hebben, omdat ze bijvoorbeeld, veel botbreuken hebben gehad misschien, hè? Je kunt weinig trainen, je hebt meer stilgezeten. Nou, misschien krijg je dan ook een lagere botdichtheid daardoor. Hè? Dus we kunnen nog geen causaal verband aantonen hier. Nee. Dus daarvoor wil je eigenlijk die renners ook langere tijd, over tijd kunnen volgen. Of ze ook in de komende jaren meer gaan breken. Het lijkt erop, nu op een eerste indicatie hebben we inderdaad dat die lage botdichtheid gepaard gaat met meer breuken. Ja, ja. En de groep, ja, een groep wielrenners, hoe groot is die groep geweest en welke ploegen heb jij doorgemeten? Mag je dat zeggen? Daar kan Luc wel iets meer over zeggen. Ik denk dat wij hier in Nederland, gezien onze relatief klein land, hebben wij de unieke mogelijkheid hebben om heel veel wielrenners, ja, in dit geval naar Nijmegen te halen, gezien de reisafstand. Voor ons onderzoek in totaal hebben we dik 90 wielrenners gemeten. En die groep bestond uit, dat noemen wij dan early career. Dat zijn eigenlijk de development teams of de talentgroepen van de KMU. Mm-hmm. De advanced career, dat zijn gewoon de huidige profs. En we hadden ook een groep post career, dus oud professionals. Om op die oud-professionals even in te haken. Die wilden we ook meten. Om een eerste indicatie te krijgen van, oké, herstelt de botdichtheid zich
in enige mate nadat iemand stopt met zijn actieve wielercarrière. Ook daar zitten we natuurlijk een hoop haken en ogen aan om dat op die manier te doen. Maar wat wij in ieder geval zagen is dat die botdichtheid bij wielrenners die toch al een aantal jaren waren gestopt, nog steeds lager was dan datgene wat je zou verwachten bij de gemiddelde persoon van die leeftijd. Dus dat is ook een interessante indicatie. Ja. Dan denk ik, ja, Jumbo-Visma. Dat lijkt me, heb je de hele Jumbo-Visma-ploeg en de DSM-ploeg in Nijmegen langs gehad? Of een grote groep daarvan? Dus Jumbo-Visma hebben we wel gemeten. Talentteam, herenteam en vrouwenteam. Parkhotel Valkenburg. Dat is meer een opleidingsploeg binnen het vrouwenwielrennen. Ja. En de dames of meiden eigenlijk KMU onder 23 en junioren selectie die hebben we ook kunnen meten. En Joop Zoetemelk ook geweest? En Jan Jansen? Ja, helaas hadden we wel gehoopt dat die namen zouden komen, maar die hebben we niet gemeten. We hebben wel andere uit die leeftijdscategorie gemeten. Uiteindelijk hebben we met die groep, de echte ouder dan 50 jaar, die hebben we verder niet meegenomen in onze analyse, omdat die leeftijd staat dusdanig ver af van de wielercarrière. En dat er zoveel gebeurd kan zijn. Ja, dus kunnen andere factoren een rol gaan spelen natuurlijk. Ja. Ik wil wel even die botontkalking beter begrijpen. Allereerst vraag ik me af, ik lees in de intro voor, dat komt door het lange op het zadel zitten. Vindt dit dan alleen plaats in de benen of in mijn hele lijf? Begrijpen jullie eigenlijk wat er precies gebeurt en hoe het gebeurt? Kan je daar iets meer toelichting over geven? Ja, dat is dus de tweede vraag. De eerste vraag van oké, hoe groot is het probleem? Ja. Ja, dat probleem hebben we nou best wel grootschalig in kaart gebracht, maar door een hele grote groep wielrenners te meten. En het probleem, wat Jan Willem zei, is aanzienlijk. Dan vraag twee van oké, wat zijn dan de oorzaken van dat probleem? Nou, enerzijds is dat inderdaad dat die wielrenners continu op de fiets zitten. En dat fietsen is een cyclische beweging en heeft weinig schokbelasting op de botten. Ja. En we weten juist dat die schok of die drukbelasting is belangrijk voor het ontwikkelen van gezonde botten. Mm-hmm. Zoals je bijvoorbeeld bij hardlopen wel hebt, toch? De hele tijd dat gestamp op de grond. Ja, kijk, dat is wel een hele leuke. Daar kunnen we het straks misschien nog wel over hebben. Van wat zijn dan wel geschikte bewegingsvormen om de bot massa te ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld in het wielrennen best wel wat, bijvoorbeeld een Roglic bijvoorbeeld, die doen bijvoorbeeld ook hardlopen. Ja. In hoeverre is dat hardlopen dan geschikt om je botmassa te beschermen? Zeker, dat heeft enige mate van bescherming. Kijk je dan eigenlijk naar de botmassa van hardlopers, zoals duurlopers, dan zie je eigenlijk ook daar toch wel een verminderde, lagere botdichtheid. Minder erg dan bij de wielrenners, maar toch een lagere botdichtheid dan bij de normale gezonde persoon van een vergelijkbare leeftijd. Oh, en dit haal je uit literatuur, want dit is, was dit ook onderdeel van jullie, of is dit onderdeel van jullie project, of is dit al bekend? Nee, het is op basis van literatuur. Mm-hmm. Dan kom je eigenlijk op de andere factoren die ook meespelen in die lage botdichtheid bij wielrenners. Dus één is die, noemen wij dan die mechanische belasting, dus de druk en trekkrachten op bot. Maar bijvoorbeeld andere factoren zijn bijvoorbeeld ook een laag lichaamsgewicht en een mogelijk onvoldoende voedingsinname. En dat zijn ook dingen die je vaak ziet bij hardlopers bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat zou wel een algemene topsport of duursport fenomeen kunnen zijn. Dat moet je natuurlijk uitsluiten voordat je dit soort wielrenconclusies gaat trekken. Ja, bij wielrennen heb je echt de combinatie of alle mogelijke risicofactoren die je hebt voor een lage botdichtheid, die komen bij elkaar. He, dus je hebt die mechanische belasting, die is heel erg laag. En dan zitten veel uren op de fiets. Nou, als je dan thuis komt en je gaat daarna televisie kijken, beentje omhoog. Dan heb je heel weinig druk op de botten de rest van de dag. Nou, een lage energiebeschikbaarheid, dat zie je bij veel duursporters. Mm-hmm. En dat eigenlijk relatief weinig wordt gegeten ten opzichte van energie die wordt gebruikt. Nou, bij wielrenners is het lichaamsgewicht ook heel erg belangrijk. Hè. Denk vooral aan de rondrenners, de klimmers, die zo hoog mogelijk lichaamsgewicht tot power ratio willen creëren. En dan heb je nog een aantal factoren waarvan we nog niet echt zeker weten wat de bijdrage is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan calciumverlies tijdens
tijdens lange ritten en warme dagen. Als je heel goed zweet, gaat er ook calcium verloren met zweten. Nou, en als je calcium verliest en je verstoort eigenlijk het calciumniveau in je bloed, nou dan in het lichaam gaat dan zeg maar een soort een hormonale feedbackloop ontstaat daar, waardoor het lichaam weer wat calcium uit de botten gaat onttrekken, om ervoor te zorgen dat die calcium in het bloed eigenlijk op peil blijft. Willem, even heel scherp neerzetten waar jouw speculatie of je wetenschappelijke hypothese stopt en de feiten. Dus je zegt die hormonale cyclus, die zal denk ik bestaan. Maar jij gooit net een proefballonnetje op, toch? Als ik je goed beluister. Het zou kunnen dat het heftig zweten ermee te maken heeft. Of weten we dat al? Nou, dat is best moeilijk vast te stellen, omdat er heel veel factoren zijn. En uit acuut onderzoek, wat je op korte termijn doet, weet je dat een langdurige duurinspanning eigenlijk je calciumstofwisseling verstoort. Ja, dat weten we gewoon. Ja, dat weten we. Ja. En we zien dan ook bepaalde markers in het bloed. Bijvoorbeeld de botafbraak. Zie je dan dat die verhoogd is, acuut. Maar een verhoogde botafbraak acuut wil nog niet direct zeggen dat het op lange termijn ook tot een lagere botdichtheid leidt. Ja. Dus daar zitten een paar aannames in. Van acuut weten we dat er daar iets gebeurt. Ja. Het is niet altijd zeker dat dat is ook naar een lange termijn effect vertaalt. Betekent dat als die energie, die relative energy deficiency, dat energietekort een belangrijke rol speelt, dat dus eigenlijk alle botten zijn aangedaan, inderdaad. Ja, dat was een andere vraag die ik had. Is dit vooral in de benen, waar natuurlijk weinig mechanische belasting is? Of is dit iets wat door je hele lijf trekt? We zien dat als wij de botdichtheid meten met een zogenaamde DEXA-scan, dan meten we dat op het hele lichaamsniveau, dus de botdichtheid van het hele lichaam. We meten dat in de onderste ruggenwervels en we meten dat op de heup. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dat dan als iemand een lage botdichtheid heeft op één plek, één van die drie genoemde plekken, dan is de botdichtheid ook laag op al die andere plekken. Dus daar zie je wel een duidelijke relatie tussen. Eigenlijk is het juist het omgekeerde, Gerrit. Juist op de heupen bijvoorbeeld zie je een iets betere botdichtheid dan op de ruggenwervels of het hele lichaamsniveau bij wielrenners. Omdat juist daar wel ook spiercontractie aan zich, dat geeft ook trekkrachten aan het bot. Ja. Daardoor blijft die botmassa iets beter behouden. Ja. Hey, maar je meet dus niet in het been, hoor ik tot een beetje mijn verbazing. Ik zou zeggen, je gaat eens in een scheenbeen of in een bovenbeen meten. Of sleutelbeen, want die breken ze vaak. De hele dag, zou dat hele lichaam gaan scannen als ik jullie was. Ja, ja. We meten het hele lichaam. En die scanner die geeft dan ook, je kan bijvoorbeeld linkerbeen, rechterbeen, dat kan die wel, dat kan die ook aangeven. Sleutelbeen apart, niet. Dat geeft die scanner niet aan. Dat is een hele goede reactie. Dat kregen we bijvoorbeeld ook gewoon terug tijdens onze gesprekken met bijvoorbeeld die teams van de performance managers. Hey, leuk onderzoek, goed gedaan. Ik wil dikkere sleutelbenen, want dan kunnen ze langer door. We weten gewoon dat de meeste breuken zijn gewoon op de pols, slash onderarm en het sleutelbeen. Ja, dat is ook voor een goede vraag. We hebben bijvoorbeeld ook een interventie, daar komen we misschien zo wel op. Hoe kun je de botten versterken? Ja. Nou, wij hebben... Komen we zo op, want ik wil even nog beter begrijpen wat we geleerd hebben uit de analyse. Maar misschien nog een toevoeging daarop. Dus het heeft ook wel een technische achtergrond eigenlijk, hè, dat je niet alles los kunt meten. Kijk, een DEXA van het hele lichaam, zo'n scan gaat best snel en dan krijg je de botdichtheid over het hele lichaam. We kunnen nog bijvoorbeeld de ruggenwervels apart meten en dan wordt in wat hogere resolutie gemeten. Dat zijn eigenlijk wat betere scans dan wanneer we het hele lichaam meten. Hetzelfde geldt voor die heup. Die doen we nog apart meten en dan wordt met wat hogere resolutie gemeten. En ook in de klinische praktijk gebruik je altijd eigenlijk die ruggenwervels en de heup om lage botdichtheid en osteoporose vast te stellen. Ja. En er is gewoon heel weinig referentiedata specifiek voor of een onderarm of voor het sleutelbeen. Ja. En het sleutelbeen zelf, die kunnen we niet apart scannen in een hogere resolutie.
Dat was meteen ook goed dat je dat noemt, want jullie hebben het over een lage of te lage botdichtheid. En dan denk ik, ja, ten opzichte van, ik denk een controlegroep, hè? Dus gewoon iemand van mensen van dezelfde leeftijd, geslacht, et cetera. Ja, waar zit je tegenaf, is eigenlijk je vraag. Ja, maar is het ook klinisch relevant? Is het ook dat een klinicus, een dokter zegt van, ja, dit is echt te laag, hier moet iets gebeuren, deze persoon moet behandeld worden? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als we botdichtheid meten, dan werken we normaal met Z-scores of met T-scores. Voor deze leeftijd groep Z-scores. En dan kun je eigenlijk zien als de mate waarmee iemand afwijkt van een referentiepopulatie. En die referentiepopulatie, dat is eigenlijk de populatie, ja, die is gewoon op een hele grote groep mensen gemeten. En daar ga je eigenlijk kijken, oké, hoe verhoudt die groep wielrenners zich nou ten opzichte van die referentiepopulatie? En dan worden daar Z-scores voor gehanteerd. Dit hele principe is best lastig uit te leggen. Hè? Een Z-score van min 1, dan zit je zeg maar bij de laagste 16% van je referentiepopulatie. Een Z-score van min 2, dan zit je bij de laagste 2,5% van je referentiepopulatie. Nou, we zien dat juist bij die groep wielrenners, dat er heel veel onder de min 1 en de min 2 zitten. Hè? Dus die zitten bij het laagste, het laagste partje van de referentiepopulatie. En dat zijn ook klinisch relevante waarden die gebruikt worden. Dus we hebben dit met een hoogleraar op het gebied van botgezondheid besproken. Tevens endocrinoloog. Mm. En die zegt, die waarden die je hier ziet bij wielrenners, het is eigenlijk gek dat die niet behandeld worden. Oh, okay. Want het is wel heel extreem wat we hier zien. Ja. Hey, en dan nog een beetje om een beetje te stoeien met het onderzoek. Hè, en om ook echt goed te snappen. Een ander idee wat ik meteen had toen we hierover nadachten. Is dit niet een soort natuurlijke selectie? Hè? We kennen natuurlijk allemaal de uitdrukking, ik heb zware botten. Ja. Dus misschien moet je dan wel niet op een wielrenfiets gaan zitten. Is het niet ook zo dat als je succesvol wielrenner wil worden, moet je licht zijn? Je noemde het al, risicofactor. Is een beetje broze, dunne botten misschien niet gewoon een factor wat zorgt dat je een goede wielrenner wordt? Ja, dit is ook wel. Dit is een punt, kwam ook gewoon terug in dat viewpoint dat we hebben geschreven. Was één reactie was letterlijk, als je wil winnen in het wielrennen, mag dat ten koste gaan van alles. Zelfs ten koste van je botgezondheid. Dus een beetje lichtere botten, die gaan je wellicht ook helpen. Oké, maar daar gaat er al vanuit dat er een relatie ligt tussen wielrennen en broze botten. Maar ik zit te denken, is het gewoon al niet een soort ingangsding dat mensen die lichtere of dunnere of brozere botten hebben, het goed doen bij het wielrennen? Ik denk niet dat dat zo is. Kijk, we zien bijvoorbeeld bij die groep wielrenners die we gemeten hebben. Hebben ook gekeken wat hun sportverleden was. Ja. En dan kunnen we dan een score aanhangen in de een osteogene index heet dat eigenlijk. Hè. Dus alle activiteiten kun je een beetje klassificeren op dit is goed voor de botten of dit is niet goed voor de botten. Maar dan kun je een soort optelsom maken van hun hele verleden. Dat ze hebben aan botbevorderende activiteiten. En dan zien we dat degene die gewoon veel osteogene, botbevorderende activiteiten gedaan hebben in het verleden, zie je gewoon dat ook sterkere botten hebben op het moment dat ze wielrennen. Ja. Ik denk nu bijvoorbeeld aan een Remco Evenepoel die tot hele hoge leeftijd gevoetbald heeft. Ja, bij hem verwacht ik absoluut geen problemen met zijn botdichtheid, terwijl het echt toch een topper is in het wielrennen. Ja, ik heb geen data van hem op botgezondheid, maar ik verwacht dat hij hoog gaat zitten, omdat hij voetbal heeft gedaan. Ja, dat is per definitie een sport. Waarbij je echt een hele gunstige belasting hebt voor je botten. Ja, nee, dat geldt dan ook voor Tom Dumoulin. Die hebben jullie wel gemeten misschien. Die heeft ook lange tijd gevoetbald. Ja, minder hoog niveau misschien. Maar nee, want eigenlijk ze hebben allemaal een relatief laag BMI. Dat is gewoon een gegeven. En ja, behalve misschien wat sprinters natuurlijk die jullie gemeten hebben. Maar je zegt nog steeds, heeft 50% een, nou ja, zit boven het gemiddelde of in ieder geval dikke, zware, goed gevoede botten. Ja. En uiteindelijk, want dat zag ik ook in dat commentaar dat jullie daarop schreven. Ja, maar ja, hoeveel gram scheelt dat uiteindelijk? Een zwaar bot ten opzichte van een licht bot. Dat maakt het verschil niet echt als je straks die Alpe d'Huez op moet begrijpen. Dat gaat om een paar honderd gram, hè, geloof ik, totaal.
Ja, die auteurs die met die reactie kwamen, die kwamen met toch andere getallen. Maar ja. Op basis van onze eigen metingen zien we gewoon dat het een verschil kan zijn tussen een goede botdichtheid versus een slechte botdichtheid. Dan moet je denken aan 100 tot misschien 300 gram. Met de risico's van breuken die dat met zich meebrengt, is dat het natuurlijk nooit waard. Ja, ik dacht nog, zijn er nog andere... gevolgen voor het lichaam behalve botbreuken van osteoporose. Ik heb ooit altijd geleerd beenmerg, belangrijk voor aanmaak bloedcellen. Is daar een link inderdaad van dat een zwakke botgezondheid ook gevolgen kan hebben voor die aanmaak van nieuwe bloedcellen? Bijvoorbeeld? Dat is wel een heel interessant punt en ook voor ons iets interessants om juist hierna te kijken, want dat geeft ook voor de wielrenner dan weer een extra motivatie om aan de botgezondheid te werken, mocht dat echt zo zijn. Mm-hmm. Want die aanmaak van die bloedcellen, die vinden inderdaad plaats in het orgaan dat bot heet. En dat orgaan is toch aangedaan, dus zou je dan mogelijk verwachten dat ook dat proces, het aanmaak van nieuwe bloedcellen, dat dan aangedaan is. Ja. Maar eigenlijk, als je kijkt in de literatuur, dan is daar... Ja, daar vinden wij daar eigenlijk niks over. Oké, geen aanwijzing voor. Het is ook iets waar wij graag naar willen kijken, maar... Ik heb toch met Jan-Willem wel eens discussies over van... Ja, op welke manier dat dan ook goed te kunnen meten. Daar zit er nog wel wat... Simpel een relatie tussen slechte botgezondheid zoals jullie die meten, een DEXA-scan en... Ja, pak een beet hematocriet of de EPO-concentraties. Ja, zo simpel is het niet. Dit zijn waardes die de hoeveelheid rode bloedlichaams aangeven, hè, zeg ik maar even voor de leken. EPO als aanjager van de aanmaak van rode bloedcellen en hematocriet als volumepercentage rode bloedcellen. Ja, als markers inderdaad voor de aanmaak van rode bloedcellen of die jonge, die reticulocyten, die jonge bloedcellen. Die simpele relaties, die worden niet gevonden of hebben jullie nog niet gevonden? We hebben daar zelf niet naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Dan moet je het bloed wel op een andere manier verwerken ook. En dan moet je echt met vers bloed laten analyseren. Dus we hebben daar niet naar gekeken en in de literatuur is dat ook niet bekend, Jurgen. Maar we hebben er ook al aan gedacht. Hè. Ook, het is niet alleen aanmaak van rode bloedcellen, het bot heeft ook... Die scheidt ook hormonen uit, hè, die bijvoorbeeld weer bij het glucose-metabolisme, bij de glucosehuishouding betrokken zijn. Ja, dus dat zou ook kunnen. Nou, wij vinden nu vooral een lagere botmineraaldichtheid, maar dat wil niet zeggen dat de andere functies per se van het bot, dat die ook zijn aangedaan. Onder druk zijn. Dat is nu echt de vraag. Ik kom er allemaal nog vragen boven. En Luc begint al over de motivatie om er iets aan te doen. Ja. Dat is de hoop, hè? Want jullie zijn ook op zoek naar manieren om dit tegen te gaan of te helpen. Maar ik heb nog, ik dacht één, maar nu alweer twee verhelderende vragen. Eén gaat over in hoeverre hebben jullie in deze onderzoekspopulatie niet meegenomen. Maar kun je iets zeggen in hoeverre dit relevant is voor amateurs? Hè? Wanneer is nou een soort drempel dat je zegt, nou als je... zoveel op de fietsen. Misschien kan je het nog niet zeggen. Maar ik ga nog één stap daarvoor zetten. Je zegt 50 of iets meer dan 50% van die profs of goede wielrenners die hebben getest, heeft het. Heb je ook een link gelegd met de prestatie? Zijn dat de winnaars of de verliezers? Eerst die vraag over de... jij en ik, een normale fietser. Nou, ik denk jij iets meer dan mij. Maar... Dat is al bekend, op basis van literatuur weten we gewoon dat ook fietsen aan zich, en ook gewoon de recreatieve fietser, die heeft gemiddeld gezien een lagere botdichtheid dan een controle. Dat is dus noem even een normaal gezonde controlepersoon. Ja. Dat is al bekend. Juist dit onderzoek waar wij op focussen was van, hey, er is heel weinig bekend over die profielrenners. Dat was wel data, maar nog niet zo uitgebreid zoals wij in kaart hebben gebracht. Maar voor die recreatieve renner, en daar zijn we ook mee bezig, ook met de KNWU willen we daar wel iets mee gaan doen. Kijk, we hebben een aantal risicofactoren in kaart gebracht. Dat was gewoon die botbelastende activiteit in het verleden. Of doe je daarnaast hardlopen of wat krachttraining. Je BMI. Dan heb je nog een voedingsinname. En dat zijn wel factoren die bepalen in hoe gezond jouw botten zijn.
Ja, en dan kun je een soort van, als je dan heel veel moet fietsen, een heel laag BMI hebt, en weinig botbelastende oefeningen doet, dan is het de kans aanzienlijk dat je ook slechtere botten hebt. Ja. Bij iemand die 3 keer per week fietst en een BMI heeft van 2,23, dan is de kans alweer kleiner dat je slechtere botten hebt. Ja. Is er niet een algemene formule voor de recreant dat hij ergens beschikbaar van invult zijn BMI, zijn aantal uren gesport, zijn aantal uren op de fiets tegenwoordig? Dat zijn risicofactoren. Ja, maar je hebt... Het is geen formule. Nou, je hebt... Nou ja, maar goed, bijvoorbeeld voor jouw kans op hart- en vaatziekten, daar zijn allerlei van die... Websitejes. Risicoberekeningen. Ja. Maar die worden ook in de kliniek gebruikt eigenlijk. Of ja. In ieder geval... Maar volgens mij gaan we toe naar het recept als je veel fietst. Dan hebben deze heren dadelijk wat advies. Maar ik wil nog even die vraag over de prestatie weten. Die renners die jullie aantroffen, die helft van de renners met slechtere botten. Was dat de bovenste helft of de onderste helft van het algemeen klassement? Nou... We kunnen geen namen noemen hier natuurlijk. Maar, uiteraard, dat begrijp ik. Maar heeft het een effect op de prestatie, wil ik maar zeggen? Bij degenen die heel laag zitten, zitten ook hele goede renners bij. Hmm. Die topklasseringen rijden in de grote rondes. Dus dat hoeft niet... het is niet zo... Of ik denk niet dat acuut de prestatie heel erg beïnvloedt. Maar we weten natuurlijk niet als diegene een betere botgezondheid zou hebben, hoe de prestatie dan geweest zou zijn. Helder. Maar ik werd erdoor getriggerd omdat jij net iets zei, het gaat over aanmaak rode bloedlichamen, belangrijk voor zuurstofopname. Maar jij noemde net zelf ook, Jan-Willem, gaat misschien ook wel ingrijpen op het proces over koolhydraatopname of glucoseopname. En toen dacht ik, wacht even, maar dat zijn wel twee factoren die enorm effect kunnen hebben op je prestatie. Dus ik was even nieuwsgierig of je die relatie ziet, maar dat zie je in eerste aanleg dus niet. Nee, ja, op basis van deze indicatie lijkt dat inderdaad niet het geval te zijn. Maar dan wordt het inderdaad het punt van, oké, dan horen die renners dat, of de ploegleiders, ik weet niet wie de data te zien krijgen. En dan zullen juist die toppers die het hartstikke goed hebben, maar een laag BMI denken, ja, so what? Wat moet ik hiermee? Ja, daar komen we nu aan. Interventies, hoe hebben jullie de boodschap gebracht en hoe was de reactie? Nou, dat waren al de discussies die we daarvoor gehad hadden ook, hè, voordat we überhaupt met het onderzoek begonnen. Oké, of we hadden toen al wat eerste data van, omdat we regelmatig scans uitvoeren bij die ploegen. We weten dat de botdichtheid laag zit, maar we hebben het topseizoen gedraaid. Dus ja, wat moeten we nou met die botdichtheid? Dat is een hele terechte vraag. Eigenlijk een eerste indicatie, hè, wat ik al zei, hebben we nu dat die lage botdichtheid wel aan de fractuurincidentie, dus het aantal fracturen die iemand in het verleden gehad heeft, gelinkt wordt. Nou, dat is al wel een indicatie van, hey, we moeten er wel op letten, want, of we moeten er iets mee doen, want misschien kunnen we dan wel het risico verkleinen op fracturen. Ja, en goed, als je een wielrenner een fractuur heeft, dan ligt hij er sowieso al een paar weken uit. Hè? Dus kan hij geen wedstrijden rijden. Dus dan wordt het in één keer eigenlijk wel relevant voor de prestatie ook, want dan kan er gewoon niet gepresteerd worden. Precies. Dus dat is een belangrijke factor. En dan nog, gisteren hadden we toevallig ook een gesprek met de wielerploeg. En die vinden het ook, die gaven het ook aan van, nou, we vinden het wel belangrijk dat we die maatschappelijke rol oppakken. En als een renner hier bij ons gereden heeft, ja, dan willen we wel dat hij een optimale gezondheid hier in de ploeg zit. En ook de ploeg verlaat uiteindelijk weer. Ja. Dus ook daar zit een link waardoor het wel wenselijk is om hierop in te grijpen en dit te gaan behandelen. Ja, en daar dus ook dan de link naar onze amateur wielrenner luisteraars. Luister nog even door, want er zijn een aantal dingen aan te doen, hoor ik tussen jullie zinnen door en zag ik op jullie website. Wat hebben jullie getest of geleerd aan mogelijke interventies om dit proces ofwel tegen te gaan of te verhelpen? De twee dingen zijn gewoon echt belangrijk en... Wij vanuit de sport en inspanningfysiologie kijken natuurlijk altijd naar sport- of beweeginterventies en of voedingsinterventies. En we weten gewoon dat die drukbelasting, gewichtdragende activiteit, dat helpt om je botgezondheid te verbeteren of je botten gezond te houden. We hebben ook echt
onderzoek uitgevoerd onder een deel van deze groepen wielrenners. Ze waren ook allemaal elite wielrenners of prof wielrenners. En die hebben het volgende eigenlijk hebben die laten doen. We hebben ze opgesplitst in twee groepen. Eén groep die ging gedurende het winterseizoen gewoon door met wat ze altijd deden. Gewoon een reguliere training. En de andere helft van de groep die moest van ons één keer per dag, 5 dagen in de week, 5 minuten touwtje springen. En dat touwtje springen lieten we hun doen zonder touw. Om het dan makkelijk te maken, wat allerlei video's voorbereid. En die kan amateur wielrenner ook zelf op YouTube kijken trouwens, om die gewoon na te doen. Die ze dus 5 keer per dag gewoon mochten doen wanneer ze dat wilden. 5 keer per week. Eén keer per dag, 5 keer per week. Ja. En je zegt dus touwtje springen zonder touw, om blessures te voorkomen. Ja, precies. Dus dat soort type oefeningen zijn het. Dat is, ja, touwtje springen zonder touw, een beetje hoppen, zijwaarts hoppen, voorwaarts hoppen, ja. Recht omhoog hoppen en gewoon verticale sprongen. Dus gewoon zo hoog mogelijk de lucht in springen en landen. Ja. Dat soort type oefeningen lieten we ze doen. Dat verschilde per dag. Weinig, 5 minuten Jurgen, maar 5 minuten achter elkaar springen. Ja, ik denk dat je helemaal stuk gaat. Ja, met pauzes inderdaad. Hè? Ja, ik had het uiteraard zelf oefenen. Na 1 minuut continu springen, dat was ik helemaal moe. Dat moet ik niet hebben. Ja. En we weten ook op basis van hoe stimuleer je botweefsel het beste. Dan weten we, na een aantal sprongen, dat is echt heel weinig. 10 tot 40. Zijn botcellen al redelijk verzadigd. Okay. Dan moet je weer een korte pauze inlassen en weer een aantal sprongen doen. En de huidige richtlijnen stellen dan ook gewoon een aantal sprongen, 10 tot 50, 60 per sessie. Dat zijn dus een aantal minuten springen, is voldoende om je botweefsel eigenlijk te stimuleren tot groei. Ja, je refereert aan een richtlijn, dat was dus eigenlijk al bekend, maar je zegt ook, wij gingen dat eens even testen bij deze profielrenners. Ja, wat want de vraag gevonden? Is van, is dat soort korte sprong-inspanning effectief bij een groep die daarnaast heel veel of een heel groot volume fietst, duurtraining doet, of een type inspanning doet dat juist minder gunstig is voor je botten. Ja. Weegt dan die korte sprongtraining op tegen die vele duurtraining, of zeg maar even de lifestyle van een profielrenner. Ja. Dus ook het lage lichaamsgewicht. En weegt dat op. Nou, dat hebben wij het 18 weken lang laten doen. Zo. Die sprongtraining. Ja, dit was echt een behoorlijke uitdaging om dit in een elite populatie Met de motivatie zat het goed dan, denk ik. Het is gelukt. En we hebben ook vooraf heel veel met de staf. We hebben net zoals dit Zoom en team meetings georganiseerd met de staf en met alle wielrenners om ook te benadrukken wat is nou het belang van dit onderzoek om de compliance hoog te houden. Elke week hadden wij als onderzoeker contact met de wielrenner. Ik heb geen filmpjes voorbij zien komen op Instagram of zo van een touwtje springende wielrenner zonder touwtje. Meestal zijn ze wel een beetje, posten ze al dit soort dingen, maar dit is allemaal een beetje nog in het, in het geniep gedaan, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Nee. Goed, ook één wat ik wil vermelden, ze sprongen en ze combineren die sprongtraining met een zogenaamd met collageen, een collageen shake. Ja. En dat is een voedingsinterventie waarvan wij denken dat het kan mogelijk ook een positief effect hebben op het botweefsel. Even voor de luisteraar, aflevering over gelatine, collageen voor sterkere botten en pezen. Daar hebben we het in het verleden over gehad. Ja. En toen kwamen we wel tot de conclusie, gewoon snoepen heeft geen zin. Maar de studie had aangetoond de relatie tussen collageen eten en dan meteen bewegen. En dat is dus eigenlijk het protocol wat je hier ook beschrijft, Luc. Okay. Ja. Nou, ga verder. Wat heb je gedaan? Dus die groepen, die sprong en die namen die collageen shake 18 weken lang. De andere groep die deed gewoon een normale training. Voor en na die 18 weken hebben we een DEXA-scan gedaan. En wij vonden dat op de heup, dus een scan van de heup, zagen wij een betere botdichtheid na 18 weken in vergelijking met die controlegroep. Op de andere, op de whole body level, op de lumbale wervels, vonden we daar geen verschillen. Mm-hmm. En dan wil ik meteen ook weten, Luc, op die heup een heel klein beetje verschil, zodat het net wel significant was, of echt wel een relevant verschil? Nou ja, kijk, wij vinden het relevant, omdat binnen 18 weken is best een hele korte tijd. Ja. Kan dit soort type training toch ervoor zorgen dat de botdichtheid behouden wordt bij een
elite populatie die een lage botgezondheid heeft. Ja. Maar ik heb goed opgelet, dacht ik. Die heup was al goed, was al sterker. Oh ja. Zei je eerder. Heel goed, Jurgen. Heel goed. Dus ja, dan denk ik al helemaal. Ja, die was het probleem al niet bij die heup. Ik merk zelf ook, ik zou dolgraag iedere dag 5 minuten gaan touwtje springen zonder touw. Maar dan word ik wel een beetje zenuwachtig als je dan zegt, ja, op die andere scans zagen we niks. Dus ja, duid verder, Luc en Jan-Willem. Ja, net zoals bij spieren, ook die botten, die passen zich aan daar waar ze belast worden. Ja. We hebben sprongtraining gedaan, dus eigenlijk is het ook wel logisch dat wij iets betere resultaten vonden op de heup dan op die andere, andere metingen. Dus ja, maar dat springen is wel ook een hele makkelijke en toepasbare manier om deze interventie uit te voeren. Het was ook meer een soort van eerste keer van, nou, dit is ook wat andere onderzoekers veel doen. Dat is die sprongtraining. En nu staan we toch weer voor de vraag, ook de feedback die we kregen van de ploegen. Oké, inderdaad, hoe kunnen we dat dan ook zo dat sleutelbeen en of die pols ook beter wordt? Ja, maar nou verwar je mij toch weer een beetje. Ik vroeg eerder die botdichtheid, en je hebt al uitgelegd hoor, je kan het niet helemaal plaatsspecifiek meten, maar is dat nou met name in je benen omdat je op het zadel zit en daar de benen niet belast? Of heeft het een effect door je hele lichaam? En nu hoor ik je eigenlijk ook weer zeggen, de interventie was met name op de benen, dus ik verwacht in het bot. Dus inderdaad, wat moet ik dan doen om mijn polsen, bovenarmen of sleutelbenen te versterken? Ja, goeie vraag. Daar zijn we nu eigenlijk over na aan denken hoe we wat specifieker ook het bovenlichaam zouden kunnen trainen bij die wielrenners. Hè. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld een bokstraining, ja, waarschijnlijk is dat wel waar je onderarm en je sleutelbeen wat meer mee kunt belasten. Zodat je ook wat specifieke toename van die kwetsbare botten van wielrenners gaat zien. Ja, maar moet je ook weer oppassen dat je niet te veel spiermassa kweekt natuurlijk. Hè? Ik zit ook denk je kan mooi op je handen gaan staan en dan push-ups doen. Ja. Vast goed voor je botten, maar word je ook dus heel sterk van. Het onderzoek is nog niet zaligmakend hoor, maar voor ons is het gewoon een hele mooie indicatie van hey, als we hier een interventie doen bij wielrenners, 1, het is haalbaar. Ja. We kunnen het doen in de off-season periode. Dan hebben we 18 weken nodig, wat best kort is voor een botbevorderende interventie. In 18 weken zien we al een mooie indicatie dat het effectief is. Ik verwacht ook dat in de rest van het lichaam dat daar ook een toename plaats gaat vinden. Maar dat we dan gewoon nog niet op kunnen pikken op die tijdsduur van 18 weken. Dus misschien hadden we dan, als we langer door waren gegaan, als dat mogelijk was geweest. Was in dit geval niet mogelijk. En dan verwacht ik eigenlijk wel dat zich vertaalt naar een gunstig effect ook op andere delen van het lichaam. Oh, maar dit is gewoon de eerste plek waar je het op kunt pikken, omdat de interventie het meest specifiek was voor die plek. Ja. Ik zie het gewoon als een mooie eerste indicatie en volgens mij geeft het echt aanleiding van hey, het is gewoon haalbaar om binnen bij deze groep iets te doen. En nu moeten we gaan kijken van nou, hoe kunnen we het dan nog specifieker maken, zodat het nog relevanter wordt voor die populatie. Ik ben nog even nieuwsgierig. Ondertussen onderweg opgezocht. Aflevering 83 was het over gelatine en collageen. Had je nog een controlegroep die je geen collageen gaf? Kun je nog iets zeggen over het effect van die voedingsinterventie? Wij gebruikten dus de eigenlijk van best evidence available interventie. Dus het springen en het collageen samen. Dat was de interventie. Versus de controlegroep en die deed gewoon niks qua interventie. Nee. Okay. Dus je kan dus het effect van het een en het ander niet isoleren in dit geval. Nee. Klopt. Ja. Want maar dat is meteen wel een punt. Jullie denken ook volgens mij na over andere voedingssupplementen of middelen. Dat is onderdeel van het project Eat to Move. Ja, Eat to Move. Dus je noemde al collageen. Zijn er andere voedingsmiddelen waar je aan denkt als die kunnen helpen bij wielrenners met een zwakke botgezondheid? Nee, in eerste instantie wat het allerbelangrijkste is dat de energieinname, dat die gewoon zo goed mogelijk gematcht wordt met het energieverbruik. Maar dat is meteen ook wel het meest moeilijke punt. Ja. De energiegebruik kun je niet goed meten en de voedingsinname kun je niet goed meten. En dus dan heb je meteen al twee factoren die best lastig te controleren zijn of waar je op kunt inspelen. Maar energie is sowieso wel het belangrijkste element voor die botgezondheid. Vitamine D zien we ook in het onderzoek
dat dat geassocieerd is met die botdichtheid. Hè? Dus hoe lager de vitamine D-levels van iemand zitten, hoe lager de botdichtheid ook is. Hè? Dus ja. Je kunt ook zeggen, nou, sowieso moet je vitamine D-pijl op lijn zijn. Calcium is een andere. Er zijn de laatste jaren wat onderzoeken verschenen waarbij wielrenners of een groep fietsers calciumsupplement voor een inspanning hebben gekregen. En dan zie je dat die verstoring van het calciummetabolisme, van die calciumstofwisseling, waar ik eerder al aan refereerde, dat dat dan eigenlijk beperkt wordt. Dus als calcium wordt ingenomen, heeft dat een gunstig effect uiteindelijk op de bot. Op de botstofwisseling, ja. En vindt een verminderde afbraak van bot plaats. Dus dat zou een interventie kunnen zijn. Er zitten ook weer nadelen aan, want een hoge calciuminname kan ook weer voor maag-darmproblemen zorgen. Dus we zijn er nog niet, zeg maar, in ja, hoe we dit nou helemaal optimaal kunnen maken. Dat collageen zou theoretisch gezien een toegevoegde waarde kunnen hebben. Luc, nog aanvullingen? Nee. Je zegt, ja. We zijn er nog niet. Jan-Willem en Luc, wat wordt de toekomst? Hoe gaat dit project verder? Wat gaan jullie verder onderzoeken? We hebben in ieder geval de afspraken met de KMU en de teams om in ieder geval dit project voor te zetten. En dat geeft voor ons ook wel het vertrouwen van ja, ook het werkveld in dit geval, waarvoor we het doen, de professionals. Die vinden het belangrijk genoeg om dit voor te zetten. Dus we blijven botgezondheid monitoren in het wielrennen. En wij gaan verder zoeken naar mogelijke ja, geschikte interventies om die botgezondheid te verbeteren. En dat is enerzijds voedings- en trainingsinterventies, maar anderzijds ook meer gedragsmatige interventies, bijvoorbeeld richting coaches en talentvolle ploegen, of coaches bij de junioren, dat die ook het besef krijgen van, nou, het is niet alleen die prestatie die belangrijk is, en dat is iets wat sportbreed, dat je heel veel ziet, hè? Dat we juist ook meer moeten focussen op gezondheid, plezier of breedmotorisch opleiden. Of niet alleen maar eenzijdig bewegen, maar ook andere sporten beoefenen als je jong bent. En dat is ook iets wat in het wielrennen, wat wij graag zouden willen zien in het wielrennen. Ja, ja dus die preventiekant inderdaad, dat is gewoon super belangrijk. En op jonge leeftijd, voorkomen is makkelijker dan het uiteindelijk te behandelen. En op jonge leeftijd is het hele hormonale milieu van pubers, adolescenten, dat is veel geschikter om snel bot op te kunnen bouwen dan wanneer iemand eenmaal die fase gepasseerd is. Hè. Dus vanaf 25e, 30e gaat die opbouw gewoon minder snel. En wordt het ook nog moeilijker om die botmassa weer terug te winnen. Ja. Ik zat nog even puur te denken, je kan ook staand fietsen. Is dat ook al voldoende om? Of gewoon de tip voor de recreant of voor de jeugdige wielrenner die lekker veel wil fietsen, van hey, vergeet niet om als je nou gewoon af en toe lekker te staan, als je bergop gaat met name. Maar dat geeft toch geen schokbelasting? Ja, weet ik niet. Maar geeft wel extra trek. Laten we het aan de onderzoek trekkracht, vragen. Denk ik. Ja. Wat wil jij ervan, nu? Ja. Je zit net zo hard te lachen als ik. Kijk, als we ook vragen heel veel wielrenners, we hebben ook krachttraining nagevraagd, wat doe je voor krachttraining? Ja, ja. Dan is er heel vaak wat lichaamsgewicht en een lunch met uitstappen met lichaamsgewicht en core stability. En meer doen ze niet. Ja, dat is dus voor de botten echt totaal niet voldoende. Literatuur geeft aan dat als je je botten wil, echt een goede stimulus wil geven voor je botten, moet je echt zware krachttraining doen. Ja. Of dus schokken, want vandaar dat dat springen werkt natuurlijk. Ja, kijk, heel veel wielrenners zitten het niet echt te wachten op zware krachttraining. Ik denk de meeste recreant die heeft echt wel eens aan krachttraining. Maar vaak zijn wielrenners, ook onze groep, vaak wat angstig over krachttraining. Zware benen of levert blessures op of lichaamsgewicht neemt toe. Daarom hebben wij ook gekozen voor dat sprongtraining. Ja. Dat is kort, dat kunnen ze makkelijk uitvoeren. Het geeft hetzelfde effect op de botten. En het heeft geen verder nadelig effect op spiermassa of je lichaamsgewicht of je fietsprestatie. Ja. Ik zit nog te denken, wij noemen onszelf triatleten, hè Gerrit? Ja.
Maar wij zijn ook niet meer tussen de 20 en de 30. Nee. Dus ik zit het ook naar mezelf en naar ons luisteraars toe te vertalen. Als je praat over wielrenners, ik denk meteen dat zwemmers zijn dus ook een risicogroep. Al helemaal waarschijnlijk voor botontkalking. Wacht even, voordat je dit eten erin slingert. Even kijken hoe Willem en Luc daarop reageren. Instemmend geknik? Ja, zwemmers zijn inderdaad ook... dat is geen gewichtsdragende sport. Ik denk dat het trainingsvolume of het aantal uren dat ze in het zwembad liggen... is wel wat kleiner dan het aantal uren dat een renner op de fiets zit. Ja. En dus ik denk dat de meeste zwemmers buiten hun training nogal meer botbelastende activiteiten hebben. Maar het is wel bekend hoor. Dus zwemmers die zitten ook iets lager. En hetzelfde geldt daar natuurlijk. Als je buiten het zwembad weinig je botten belast, dan is dat even goed een risico. Ja. Maar triatleten, is daarvan bekend of inderdaad het hardlopen, eigenlijk het gebrek dus aan die belasting tijdens het zwemmen en het wielrennen, voldoende compenseert in hun door hun hardlooptrainingen? Misschien moeten we jullie een keertje meten. Het is natuurlijk een oproep die we ook hadden doen als we wetenschappers te gast hebben. Hè? Mocht je proefpersonen zoeken, stuur ons een berichtje. We zetten het graag uit onder onze luisteraars en vrienden van de show. Want we lenen ons graag voor de wetenschap, toch? Ja. Nou, mooi. Ja, heel, heel graag zelfs. Maar volgens mij hebben we geen triatleten gemeten, Luc, hè? Nee. Ja, bij één team zat ook een iemand die was ook een triatleet. Maar dat is dan weer NS1. En die botten waren oké. Oké. Ja, want ik zit door te vertalen met alles wat ik hoor, de risicofactoren, maar ook de Jan-Willem, jij zegt net tussen je 20 en je 25, of dus eigenlijk je 15 en je 30, ideale leeftijd om sterke botten te maken. Ja, eerder, dus voor je 20ste, voor je 18e. Ja. Maar nu zijn wij allebei 40 plus. Ik hoor ook 50% kans, dus ik zou eigenlijk in eerste instantie moeten weten of ik een risicogeval ben of niet. En zo ja... Zou je me dan aanraden dat ik inderdaad eens 5 keer in de week 5 minuten sprongoefeningen ga doen? Of zeg je, dat is sowieso een goed idee? Dat is een goede vraag. Ik denk op zich dat het wel raadzaam is. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je iets kiest wat voor jou haalbaar is. Dus dat zou krachttraining kunnen zijn. Als je zegt, van, nou, dat is lastig, dan kan dat sprongoefeningen zijn. Ook die optimale frequentie is nog niet bekend, hè? Dus misschien dat 3 keer in de week ook al genoeg is om dat effect te behalen, of 2 keer in de week. Dus daar zijn we ook nog wel naar op zoek van, wat is nou een ideale stimulus of een minimale stimulus voor een maximaal effect. Die leeftijd, heeft het nog wel zin als 40-plusser of komt dat bot toch niet meer terug? Ja, zelfs bij ouderen, dat tel ik jullie nog niet onder, is nog steeds... Middelbare leeftijd. Dankjewel. Memmel tellen we nog niet onder ouderen, toch? Nee. Fijn. Dat is nog zeker mogelijk om wat botmassa terug te winnen. Maar dat is wel moeilijker dan bij de jeugd. Ja. Maar het is zeker mogelijk. Of het uiteindelijk in één keer van een hele slechte botgezondheid naar een optimale botgezondheid gaat komen, dat denk ik niet. Daarvoor is die preventie en die jeugdjaren zijn daar veel te belangrijk voor. Nou, ik zit toch te denken, krachttraining is ook onderdeel van de beweegrichtlijnen, hè? Tegenwoordig. In ieder geval voor vanaf een bepaalde leeftijd. Is dat inderdaad ook met het zicht al op de botten toen opgesteld, wat jullie weten? Of is het eigenlijk toevallig, komt mooi samen dat je, puur voor spierversterkende oefeningen, dat die vaak door middel van krachttraining ook goed zullen zijn voor de botten? Of denken jullie dat in de toekomst, laat ik het zo vragen, de beweegrichtlijnen uitgebreid kunnen gaan worden met touwtjes springen zonder touwtje? Dat is wel de quote van deze aflevering. Jurgen, volgens mij in de richtlijnen staat al nu al spier- en botversterkende oefeningen. Oh, okay. Ja. Dus het zit er al in. En die zijn ook best wel breed en algemeen. Hè? Volgens mij gewoon je boodschappentassen, trap opdragen is al spier- en botversterkend. Nou, en zelfs als je in de richtlijn, of in een meetinstrument, om te kijken of iemand aan de richtlijn voldoet, daar staat fietsen in als botversterkende oefening. Hmm. Bij deze moeten we daar eigenlijk meteen corrigeren in die richtlijn. Fietsen is geen botversterkende oefening.
Nee. Dat is niet goed voor het vertrouwen in alle richtlijnen en overheidscommunicatie die op ons afkomt. Maar hopelijk luistert er iemand dicht bij het vuur en kan zorgen dat dat even doorgestreept wordt. Net als al die profwielrenners die... En al die fanatieke amateurs en alle trainers. Ik weet inmiddels, we hebben ook een legertje fanatieke trainers van amateurs. Laat die bij deze ook gewaarschuwd zijn. Geef ze maar ook 5 minuten springen erbij, regelmatig. Want dat lijkt me dan toch ook een geval dat je baat het niet, dan schaadt het niet. Ik hoor nu het zou bijvoorbeeld ook gewoon voetbal kunnen zijn of basketbal tussendoor of volleybal bij die jeugd. Hoeft echt niet springen te zijn saai is voor mensen. Precies. Ik wou zeggen, ik hoor Martin Breda kan zeggen, je kunt alles wel erbij gaan doen. De tijd is beperkt, hè? Dus moet ik nou liever springen dan slapen? Nou, dan denk ik dat ik het antwoord wel weet. Ga maar op tijd naar bed. Mooi. Jan-Willem, Luc, is er nog iets wat we helemaal gemist hebben in dit kader, of wat jullie nog graag kwijt willen? Nee. Ik vind het wel een helder verhaal. Ik heb veel geleerd. Wanneer, want Luc, volgens mij ben jij aan het promoveren op dit project, klopt het? Ja, klopt. En hoe ver zit je in je traject? Nu mijn derde jaar. Oké. Dus je hebt... Dus er komen nog wel wat papers uit, wou je zeggen. Zeker. Hou ze in de gaten, deze mannen. Ja. Ja. We zitten echt te wachten, met smart te wachten op dat... ene artikel geaccepteerd wordt bij een wetenschappelijk tijdschrift. Dus hopelijk duurt dat niet meer te lang. Nou, dan zullen wij er ook aandacht aan geven. En, denk het ook, hè? Ja. En alle links naar jullie contactgegevens, naar jullie project, staan natuurlijk in onze show notes. Die vind je overal. Ik ga zo vertellen waar dat allemaal is. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik even stilstaan bij een andere mooie mijlpaal. Los van dat we na 112 afleveringen 2 gasten hebben gehad. Dank voor al jullie kennis en inzichten, Jan-Willem van Dijk en Luc Hilkens. Super om jullie bij ons te hebben. Drop ik even nog wat namen, want kleine 2 weken geleden riep ik af dat we even lekker advertentievrij zijn. Mm-hmm. Maar dat we natuurlijk alle steun kunnen gebruiken. Nou, dat heb ik geweten, Jurgen. Het rammelt zo hard op Vriend van de Show dat we inmiddels door de 100 vrienden van de show heen zijn. Toch even een shout-out naar de laatste vrienden van de afgelopen weken. Dennis van der Klei. Dit vind ik ook heel slim. Iemand denkt, Vriend van de Show gebruik ik om mijn bedrijf te promoten. Die heeft zich ingeschreven als Nexal BV Wraps en Stickers. Dus als je nog stickers nodig hebt, denk eens aan Nexal BV. En dat slechts voor €33 per jaar. Slim hoor. Laurij van den Bergen is erbij. Mattie is erbij. Ruald is erbij. Tim Hogewegen is erbij. Ronald is erbij. En ook Rob Mulder is inmiddels vriend van de show. En laat ik toch maar even deze 30 seconden gebruiken om jou op te roepen. Als je met plezier luistert naar de Slimmer Presteren podcast... wij steken daar heel veel liefdewerk, oud papier, passie en energie in. Maar het helpt toch ook wel af en toe om dat een beetje financieel te bedrijven. Ga naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En voor het luttele bedrag van slechts 1 kop koffie, nou met de huidige inflatie is het zelfs maar 1 espresso per maand, word jij vriend van de show. En als je in 1 keer voor het hele jaar betaalt, dan krijg je en een maand gratis en betalen wij maar 1 keer transactiekosten. Dus doe dat vooral als je het nog niet gedaan hebt. En dan gaan we maar eens die mooie riedel vertellen. Nog 1 keer, als je een nieuwe luisteraar bent, omdat je op de LinkedIn-post van Jan-Willem of Luc hebt geklikt, die natuurlijk gedeeld hebben dat ze hier te gast zijn vandaag, dan denk je, wat is dit Slimme Presteren podcast? Interessant. Nou, je kan ons bereiken via een aantal wegen. Bijvoorbeeld op social media zijn we de @slimmerpodcast, zowel op Instagram als op Twitter. Maken we van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten, die kan je hartjes geven, daar kan je op reageren of je kan ons een DM'tje sturen op die kanaal. Ga ons vooral even volgen, ben je altijd als eerste op de hoogte van een nieuwe aflevering. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een uitgebreide pagina met de audio, met de video, met een mooie afbeelding en natuurlijk ook al die links naar alles wat relevant is rondom in dit geval het botten bij wielrenners project. En je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. We doen ook meer en meer mensen. We hebben een hele mooie lijst met onderwerpen inmiddels en suggesties. En volgens mij over 2 weken gaan we een aflevering maken die helemaal voortkomt uit een vraag van een luisteraar. Over neusademhaling gaan we het dan hebben. Maar dit was de aflevering over broze botten bij wielrenners. Volgende week sportpsychologie op de agenda. Ik ben op de sofa gegaan bij de wielrenpsycholoog. Dus als je dat leuk lijkt om te luisteren, ga ons vooral volgen, abonneer je. En dan zien we je volgende week terug. Jan-Willem, Luc, dank voor jullie aanwezigheid in onze podcast.
Een succes. Was leuk om het te zijn, ja, een keer. Ja, en we hopen als jullie nieuws hebben of proefpersonen nodig hebben, dat jullie ons weten te vinden. Ja. Zeker. Goed zo. Jurgen, dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week.